Hoi, welkom bij een nieuwe video. Je kijkt nu naar de beste studievereniging, leukste studievereniging, maar ook de meest innovatieve studievereniging van het jaarverkiezing. Ik ben vandaag op de Amstel Campus en ik ga wat studieverenigingen interviewen naar wat hun bijzonder en uniek maakt. Eerder dit jaar heb ik jullie opgeroepen om je favoriete studievereniging op te geven. En daar ben ik ook bij langs gegaan. We hebben hier een paar finalisten aan overgehouden en daar ga ik vandaag een kijkje bij nemen. Hoi, ik ben Leonie. Ik ben de huidige voorzitter van de studievereniging Imagine. Dat is de studievereniging van de opleiding Business en Communicatie. Wat ons als studievereniging uniek maakt, is dat wij sowieso elke week calls hebben op een andere locatie. En ik denk ook wel de meeste activiteiten hebben van alle studieverenigingen. En naar mijn idee, en ik denk dat ik daar wel een redelijk idee van heb, is dat elk lid wel zijn plekje vindt bij ons. En je hoeft je niet anders te gedragen dan je eigenlijk bent. Iedereen kan gewoon lekker zichzelf zijn en gewoon leuke zin hebben. En dat is dat ook waar onze vereniging voor staat. Hi, ik ben Mirena de Boer. Ik ben penningmeester van SIT. Wat SIT nou zo bijzonder maakt, is de evenementen die wij organiseren die redelijk uniek zijn. Zoals boardgameavonden, gametoernooien, gameavonden, D&D-spellenavonden en de interactie die we hebben met onze leden. Goedenavond, ik wil jullie welkom heten bij een van onze activiteiten die wij als de nieuwe studievereniging van engineering doen. Mijn naam is Mike Visser, voorzitter van studievereniging ATEC. En samen met vier mannen zijn we dit jaar begonnen met de studie. Aan het begin was het een beetje twijfel, gaat het wat worden? Maar dat kunnen we zeker zeggen dat het wat is. We staan uit meer dan 100 leden en we hebben onze eerste studiereis zelfs al gehad naar Hannover, naar de grootste techniekbeurs van Europa. Heel veel activiteiten die we organiseren, ook met andere studieverenigingen, om zoveel mogelijk ook verschillende studenten bij elkaar te brengen. En dat vinden wij fijn. En ik ben enorm trots, samen met de jongens van ATEC, dat wij dit voor elkaar kunnen krijgen in nog minder dan een jaar. En dat wij eigenlijk bijna wel het leukste studieproject van heel Amsterdam aan het worden zijn. Mijn naam is Stijn Franken, voorzitter van SV Marco van Commerciële Economie. En wat ons zo bijzonder maakt, is dat wij twee keer per maand minstens een event hebben waarvan één studie gerelateerd is en eentje leuk. Denk hierbij aan een hoekentocht met 150 Marco-leden en een weerkomtoernooi met 80 leden. Maar denk hier ook bij aan studiegerelateerde events zoals tentamentrainingen voor struikelvakken voor eerste en tweedejaars of een Photoshop-workshop of een bedrijfsbezoek. Dat maakt ons nou zo'n sterk en leuke vereniging. Hi, ik ben Danielle, voorzitter van studievereniging Imperia. En dat is de vereniging voor accountancy en financial control studenten. Het is een nieuwe vereniging, want we zijn gefuseerd met twee verenigingen. En wij hebben gezellige activiteiten, maar ook hele leerzame activiteiten. Zoals workshops, gastcolleges, in-house dagen, netwerkevents, pubquizzen. Verenigingen die ik heb gesproken hebben allemaal hun eigen unieke eigenschappen, waardoor ik het heel moeilijk vind om een keuze te maken. Daarom heb ik besloten jullie hulp in te schakelen. Ik ga hier in het formulier hieronder de studieverenigingen neerzetten en ik geef jullie een week lang de tijd om te stemmen op jouw favoriete keuze. Daarna zal de winnende studievereniging worden uitgereikt op het Sans Out event van de Hogeschool van Amsterdam Studieverenigingen.